Vanavond bent u ooggetuige van alweer de laatste aflevering van dit televisieseizoen. Een seizoen dat wij zelf niet licht zullen vergeten. En dat eind september vorig jaar begon met het in de wacht slepen van een International Emmy Award in New York. The International Emmy goes to Peter Rod de Vries. Maar in de maanden daarna doorkruisten wij ook het land op weg naar minder wereldse plaatsen. Van Alphen aan de Rijn, Venray, Bruinisse, Bergen ter Blij tot Zeist. Waar de reden voor onze komst overigens meestal net zo schokkend was als de verdwijning van Natalie Holloway, waarmee wij deze award wonnen. Het zijn bijna altijd zaken van leven en dood. En als het einde van zo'n hectisch televisieseizoen nadert, kan ik het meestal niet nalaten om nog eens terug te blikken op wat we allemaal hebben gedaan en bereikt. De meeste onderwerpen voor onze reportages komen meestal hier binnen in de vorm van een e-mailtje met een verzoek om hulp of informatie. En uiteindelijk komen ze dan hier in Ortners in de archiefkast te staan. Dan zijn ze aangevuld, onderzocht, uitgeplozen en hopelijk ook opgelost. Al lukt dat natuurlijk helaas niet altijd. En daar waar de verleiding groot is om in een terugblik nog eens op geboekte successen te wijzen, grijpen wij deze laatste uitzending liever aan om nog eens een aantal van onze onopgeloste moordzaken onder de aandacht te brengen. Er wordt mij vaak gevraagd, welke zaak zou je nou het liefste oplossen? Dat is een moeilijke vraag, want elke moord is voor de nabestaanden even erg. En van wedijveren in verdriet en leed houd ik niet. Maar dat gezegd hebbende moet ik eraan toevoegen dat in de praktijk van een misdaadverslaggever natuurlijk ook de ene moord de andere niet is. En dat je soms, om uiteenlopende redenen, een speciaal gevoel hebt bij een zaak, het slachtoffer of de nabestaanden. Vanavond neem ik u daarom mee op pad naar de zaken die ik het liefst opgelost wil zien. Met een groot woord, een top 10. Al presenteer ik ze u in willekeurige volgorde, want ze staan natuurlijk allemaal op 1. Gaat u mee? Ja, en als we dan de deur uitlopen, dan ziet u hier aan de muur een Ajax-shirt hangen, gesigneerd door Jari Liedmanen. Dat shirt hangt er niet omdat ik Ajaxiet ben, maar dat heeft alles te maken met die onopgeloste zaken waar ik het over had. Het shirt was eigenlijk bestemd voor Nicky Verstappen, het 11-jarig jongetje dat 10 jaar geleden in Limburg werd vermoord. Hij leefde voor Ajax en het was de bedoeling dat dit shirt met hem zou worden meebegraven. Het arriveerde echter net te laat voor de plechtigheid. Zijn ouders Peter en Bertie hebben het jaren later aan mij gegeven. En sindsdien hangt het hier bij de deur en daar blijft het ook hangen tot de zaak is opgelost. Als een dagelijkse vingerwijzing bij binnenkomen en weggaan dat er nog werk is te doen. En Nicky is uiteraard 1 van de 10. Die komt u straks weer tegen. Nou, we gaan. Rows of houses all bearing down on me. De moord op Tamara Wolfers, die op het punt stond een nieuw leven te beginnen. Die op Klaas Makinje, in 1999 dood aangetroffen in het souterrain van een leegstand herenhuis in Utrecht. Op Deborah Horstman van 26 jaar, die in Amsterdam om het leven kwam door een autobom. De 57-jarige Réan Matisse, gevonden in een natuurgebied in de Amsterdamse Bijlmermeer. Of de Haagse vastgoedman Victor het Hoofd, die in koele bloeden werd doodgeschoten in zijn woning. Het zijn stuk voor stuk tragische moordzaken waarover we uitzendingvullende reportages hebben gemaakt. Zaken die het verdienen om te worden opgelost, maar waarbij het ondanks alle inspanningen nog niet tot een ontknoping heeft geleid. Vastgelopen onderzoeken waarbij wanhopige familieleden tot op de dag van vandaag in het duister tasten over de achtergronden en over een mogelijke dader. Het is oktober 1995, als Peter begint met het maken van televisieprogramma's. Een uitzending over de geruchtmakende paspoortaffaire
waarin Peter aantoont hoe makkelijk het is om op Curaçao een echt reisdocument te bemachtigen op een valse naam. Inmiddels bestaat het programma 14 jaar. En alleen al het aantal dossiers op onze internetsite is in de loop der jaren uitgegroeid tot honderden. Oplichtingszaken, secuur opgezette verborgen cameraacties, zedendelicten, maar ook onopgeloste moorden. Veel onopgeloste moorden. Cold cases die we met eigen onderzoek en uw hulp proberen vlot te trekken. En niet zonder resultaat. Menig politieonderzoek is naar aanleiding van een uitzending opnieuw opgestart. En niet zelden leidde een uitzending tot een oplossing of werden nog onontdekte moorden aan het licht gebracht. Maar er zijn ook zaken die soms dicht bij een ontknoping komen en tot grote frustratie van alle betrokkenen, ondanks alle inspanning, toch niet tot een doorbraak leiden. Wat veel mensen niet weten is dat een zaak voor ons niet ophoudt als de reportage is uitgezonden. Sterker nog, dan begint het eigenlijk pas. Achter de schermen zijn we dan langdurig, weken, maanden en zelfs jaren bezig met het natrekken van tips, contacten met politie en justitie en niet te vergeten met de nabestaanden. De familieleden die elke dag moeten leven met onbeantwoorde vragen en daardoor de moord op hun dierbaren vaak niet kunnen afsluiten. Met een flink aantal van hen heb ik een heel speciaal, ja zeg maar gerust dierbaar contact opgebouwd. Dat in sommige gevallen al meer dan 20 jaar duurt. Ik ben voor hen een soort van vraagbaak, een laatste strohalm. Een adviseur, een spiegel en soms gewoon een vertrouwde vriend bij wie ze hun emoties kwijt kunnen. Dat is soms best zwaar. Het gaat altijd over zaken van leven en dood. Maar het geeft ook veel voldoening. Aangrijpende moordzaken zijn die op kinderen. Het zijn zaken die vaak ieder voorstellingsvermogen voorbijgaan. Zoals het 7-jarige meisje Kumral Bhaji die op een middag in 1995 verdwijnt en 2 dagen later wordt teruggevonden in Scheveningen, in stukken gesneden en verpakt in 3 plastic tassen. Of de moord op Angela Mangot van 11 jaar... die in 1979 wordt aangetroffen op de Amsterdamse Diemerzeedijk. Het meisje is verkracht en gewurgd. En nog een oude kindermoord die op Petertje Oort uit Purmerend. Het stoffelijk overschot van het 10-jarige jongetje wordt in 1982 in het water gevonden door een schipper van een motorjacht. Hij is door verdrinking om het leven gekomen, maar was waarschijnlijk al bewusteloos voordat hij in het water terechtkwam. Op zijn lichaam en hoofd zitten sporen van geweld en er zijn aanwijzingen dat hij seksueel is misbruikt. Ach ja, Petertje Oort. Daar praat ik altijd met een zekere vertedering over. Iedereen in mijn omgeving weet dat de moord op dit jongetje een speciale plek heeft bij me. Het was in 1982, de eerste keer dat ik als jong telegraafverslaggever thuis op de bank zat bij de ouders van een vermoord kind. Dat maakte een diepe indruk op me. En ik heb heel veel moeite gedaan om juist deze moord op te lossen. Maar helaas is dat nooit gelukt. Al die tijd, nu 27 jaar lang, heb ik contact met de moeder van Petertje, Sientje, die ook zo graag wil weten wie de moordenaar van haar kind is. Een half jaar geleden ben ik nog druk bezig geweest met een serieuze tip. Maar ook dat werd helaas niks. Na deze eerste moord heb ik de afgelopen kwart eeuw er nog zo'n kleine 500 meer onderzocht. Maar de moord op Petertje is nooit vervaagd. De zaak is nu officieel verjaard. Maar voor de oplossing mag u me 's nachts echt wakker maken. Petertje Oort, een Noord-Hollands jongetje van nog maar 10 jaar... is de jongste in een gezin met 3 kinderen. Hij komt uit een doorsnee familie. Zijn moeder doet de huishouding en zijn vader runt een autorijschool. Peter is net overgegaan naar de 5e klas van de lagere school als hij op een avond niet thuis komt. Hij verdwijnt na een verjaardagsvisite aan zijn oom als hij op weg is naar huis.
De volgende dag wordt hij dood teruggevonden in het water van de Purmerringvaart. Als zijn lichaam wordt onderzocht, treft de politie vreemde sporen aan, waaronder een zwarte haar van 9 centimeter. In die tijd was het nog niet mogelijk om hier een DNA-profiel uit te isoleren. Ook worden verschillende stukjes van planten gevonden die niet zijn thuis te brengen. Het gaat om planten die niet groeien in de buurt van de vindplaats. De recherche concludeert dan ook dat Petertje, voordat hij in het water werd gegooid, eerst op een andere plek seksueel is misbruikt. Verschillende getuigen worden gehoord. Een vrouw die woont aan de route waar Petertje moet zijn langsgekomen, verklaart dat ze die avond geschreeuw van een kind heeft gehoord. En een andere getuige verklaart dat ze op ongeveer diezelfde plek op dat moment een rode Simca zag rijden, die nogal opvallend rijgedrag vertoonde. De wagen doofde ineens zijn lichten en boog met hoge snelheid af naar een dichtbijgelegen vuilstortplaats. En meer getuigen verklaren over een auto waarin een kind zou zijn meegenomen. Maar de bestuurder van de rode Simca 1100 wordt nooit gevonden en de recherche krijgt niet rond wat er precies met de 10-jarige jongen is gebeurd. In 2000, 18 jaar na de moord, maken we een uitzending vullend programma over Peter Oort. De zaak staat op het punt om te verjaren. Dat betekent dat de dader nooit meer kan worden berecht. Na de uitzending stromen de tips binnen, maar juist die ene doorslaggevende tip ontbreekt. Inmiddels is het 27 jaar geleden dat de 10-jarige jongen verdween. En ook al is de moord verjaard, nog steeds geldt dat de moordenaar koste wat kost moet worden gevonden. Nog zo'n kindermoord die altijd knaagt en zal blijven knagen tot de dag dat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. De moord op Nicky Verstappen van 11. Het is een zaak die ondanks enorme inspanning van ons programma niet tot een oplossing heeft geleid. Nog niet. De moord op de 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem is een zaak die ondanks enorme inspanning van ons programma nooit tot een oplossing heeft geleid. Nog niet. Want onlangs nog konden we melden dat in deze zaak met nieuwe technieken DNA-onderzoek is verricht. Onderzoek dat wellicht tot een ontknoping kan leiden. Ja, over Nicky Verstappen uit Heibloem heb ik u al iets verteld. Zijn Ajax-shirt hangt op mijn kantoor en blijft daar ook hangen tot de zaak is opgelost. Met Nicky heb ik net zoiets als met Petertje Oort. En met zijn ouders Peter en Bertie heb ik nu al 10 jaar wekelijks contact. En een goed contact met nabestaanden is heel belangrijk in mijn werk. Het slachtoffer zelf heb ik in moordzaken natuurlijk nooit gekend als ik er word bijgehaald. Nabestaanden brengen dat in hun verhalen min of meer bij mij tot leven. Maar ze moeten ons ook alle belangrijke feiten, sporen en achtergronden aandragen. Voor Peter en Bertie heb ik heel veel respect. Ze hebben hun enige zoon verloren. De speurtocht naar de dader heeft ontzettend veel tegenslagen opgeleverd. En ik zie van dichtbij wat dat met hen doet. Maar toch blijven ze altijd correct, vriendelijk en verdraagzaam. Ook als ik wel eens denk, nu mag je best een deur intrappen. Geloof me, ik zou bijna zelf een moord doen om deze dader te kunnen pakken. Nicky is een sportieve jongen met een passie voor voetbal. Hij heeft één grote wens. Profvoetballer worden bij zijn favoriete club Ajax. Maar het is een droom die nooit uit zal komen. Op 10 augustus 1998 verdwijnt hij vanuit zijn tent op een jeugdkamp in het Limburgse Brunsum. Een dag later wordt hij dood aangetroffen bij dit kerstboomperceeltje op de Brunsumer Heide, op 1200 meter afstand van het kamp. Nooit wordt er een exacte doodsoorzaak vastgesteld,
Wel zijn er aanwijzingen van seksueel misbruik. Zo zat Nicky's pyjamabroek binnenstebuiten. Zijn lichaam was versleept. Hij had een wond aan zijn hoofd en een roze gloed over zijn gezicht. Het is een moordzaak waar wij in menig uitzending aandacht aan hebben besteed. Waarin we al snel ontdekten dat er van alles mis was met het jeugdkamp waar Nicky aan deelnam. De leiding van het jeugdkamp bleek voor een deel te bestaan uit mensen met een ontuchtverleden. Na aanleiding van onze uitzendingen wordt het rechercheonderzoek heropend, maar zonder resultaat. Er wordt vergelijkend DNA-onderzoek gedaan met een spermaspoor dat op een homo-ontmoetingsplek is gevonden in de buurt van de plaats delict. Maar ook dit onderzoek levert weinig op. En het blijft altijd de vraag of het hier wel gaat om een daderspoor. Uiteindelijk wordt het stil in de zaak. Achter de schermen onderhoudt Peter al jaren nauw contact met de ouders van Nicky en met de politie en justitie. In onderling overleg zijn allerlei scenario's en nieuwe ideeën over tafel gegaan om het onderzoek een nieuwe impuls te geven. Eén daarvan was het idee van Peter om met de huidige technieken nieuw DNA-onderzoek te verrichten. Een tijdrovend onderzoek dat het afgelopen jaar in gang werd gezet. Maar deze keer wel met resultaat. Op de kleding van Nicky is nu DNA ontdekt van een onbekende man. En daarmee ligt na 11 jaar onzekerheid een mogelijke oplossing in het verschiet. Inmiddels is duidelijk dat dit DNA niet afkomstig is van vrijwilligers en politiemensen die meededen aan de zoekactie in 1998. Dat betekent dat de DNA mogelijk afkomstig is van de dader. Het onderzoek is nu nog in volle gang en hiermee hebben de ouders van Nicky na 11 jaar onzekerheid eindelijk weer hoop. Tienduizenden kilometers legden we in de afgelopen 14 jaar af om duizenden familieleden, tipgevers, ooggetuigen, advocaten, gedetineerden, politie- en justitiemedewerkers te spreken. Waarbij we honderden plaatsen delict bezochten en uiteindelijk in ruim een tiental moordzaken de oplossing vonden. Van het Limburgse Brunsum naar het noorden. Naar Groningen voor de nog altijd onopgeloste moord op psychologe Els Vlurink. Of naar Ommen, waar in 1992 het lichaam van de 56-jarige Jeanette van Bentum Koers werd gevonden op een ruiterpad. En naar Amsterdam, voor Deborah Roziek, die in 2003, enkele dagen voor de bevalling van haar tweeling, spoorloos verdween en nooit is teruggevonden. Ook in Amsterdam speelt de moord op Karen Maardeveld, waarvoor we uiteindelijk ook nog helemaal naar Egypte reisden om de inmiddels veroordeelde, maar voortvluchtige dader op te sporen. We gingen op zoek naar het verhaal achter de verdwijning van Christina Conte uit Amsterdam-Zuidoost. En we reconstrueerden de bizarre dood van de Amsterdamse Yvonne Honders. Het zijn niet alleen kindermoorden die mij bezighouden. De dubbele moord op Mary Run en Henk Oppentij, hier in deze woning aan de Noorderbreedte in Amsterdam-Noord, betrof een bejaard stel. En potverdikkeme, wat wil ik graag weten welke schof dit op zijn geweten heeft. Die mogen ze van mij levenslang wegdouwen. Toen we destijds aan de zaak begonnen, had ik het idee dat we moesten kunnen oplossen. Dat is helaas niet gelukt. Ik heb het gevoel dat we er soms dichtbij waren. Maar net dat kleine laatste stukje. Een van de zonen van Henk Oppentij, met wie we contact hadden, is inmiddels zelf overleden. De dochter van Mary Run ging lang gebukt onder de verdenking dat zij er misschien zelf iets mee te maken had. Ik zeg wel eens, een moord kost meer levens. En altijd als ik hier op de snelweg langs rij, en dat gebeurt nogal eens, zit ik me telkens weer te verbijten en denk ik bij mezelf, wie oh wie is toch de moordenaar?
De 79-jarige Henk Oppentij en zijn 73-jarige vriendin Mary Run staan op het punt om met elkaar te trouwen als het noodlot toeslaat. Henk en Mary zijn buren en sinds enkele jaren hebben ze een relatie. De moord op het oudere paar wordt zo'n 4 dagen na hun dood pas ontdekt. De twee zijn op gruwelijke wijze om het leven gebracht. In het huis treft de politie een waar bloedbad aan. De spetters zitten zelfs tegen het plafond. Henk heeft zo'n 30 steekwonden en bij beiden is de keel doorgesneden. Het is een opmerkelijke plaatsdelict. De twee slachtoffers zijn om het leven gebracht met 4 verschillende messen afkomstig uit de woning. En die messen heeft de moordenaar na zijn daad keurig op een rij op tafel gelegd. Rond het hoofd van Mary liggen meters plastic afdekfolie uitgerold vanuit de keuken. Haar gezicht is bedekt met een theedoek en over haar lichaam ligt een elektriciteitssnoer. Uit de woning is niets gestolen. De politie houdt lange tijd stil wat voor sporen er zijn aangetroffen op de plaats delict. Pas na 1,5 jaar brengt men naar buiten dat er een rubberen handschoen is aangetroffen en dat er een schoenafdruk in bloed is gevonden. Het is een afdruk van een vrij zeldzame caterpillar werkschoen, waarvan er maar 20 paar van deze maat in Nederland zijn verkocht. Maar ondanks de tips leidt het spoor niet naar een dader. Hoewel er niets is gestolen, is een mogelijk motief volgens de recherche toch geld. Mary heeft 3 huizen in Amsterdam op haar naam staan. En even komt dan Mary's dochter in beeld. Zij is al jaren met haar moeder in conflict over de huizen, maar ieder bewijs voor haar betrokkenheid ontbreekt. Dat de gewelddadige moord op het oudere paar nog steeds onopgelost is, is iets dat de politie dwars zit. 10 jaar na dato wordt de zaak door een speciaal cold case team opnieuw onder de loep genomen. Het is een intensief onderzoek dat ook nu nog loopt en waarin de zaak met de huidige technieken alsnog tegen het licht wordt gehouden. De agressieve moord op Mary Run en Henk Oppentij doet een beetje denken aan de aanval op het echtpaar Leukel in Maastricht, waarbij in 2004 chef Leukel door een onbekende indringer met 2 boomzagen om het leven werd gebracht en waarbij zijn 69-jarige echtgenote Mia voor dood werd achtergelaten. Ook hier zijn de schoenen van de dader bekend en ook hier werd uit het huis geen geld gestolen. Net als bij de moord op Mary en Henk tast de politie ook in deze zaak in het duister over de dader. Nog zo'n zaak waarbij een samenwonend koppel slachtoffer werd vermoord. Die van Leon Rombouts en Manita Koenen uit Kaatsheuvel. De moord op Leon Rombouts en Manita Koenen is er eentje uit de categorie die blijft knagen. Leon en Manita waren een heel gewoon alledaags stel waar niets mis mee was. En toch werden ze op een avond laf geliquideerd. En waarom? Waarschijnlijk alleen maar omdat ze gelukkig met elkaar waren en iemand anders dat niet kon hebben. Dat maakt het des te onverdraaglijker dat de moordenaar en de opdrachtgever nooit gepakt zijn. Terwijl alle betrokkenen wel aanvoelen hoe het ongeveer in elkaar steekt. Maar ja, ongeveer is natuurlijk niet genoeg. Volgens mij is de politie er heel erg dichtbij geweest. Maar uitgerekend dat fameuze laatste puzzelstukje ontbreekt weer. We hebben in samenwerking met de recherche ook nog een poging gedaan in een extra lange uitzending. Maar knarsetandend heb ik moeten vaststellen dat die de dubbele moord ook niet heeft opgelost. En ik draai er niet omheen, dat zit me flink dwars. Het verhaal van Leon en Manita is er een van een verboden liefde met fatale gevolgen. Een klassieke tragedie in het doorgaans sprookjesachtige Kaatsheuvel. Het stel wordt op 27 maart in 2003 in een woning aan de Lelystraat met zwaar kaliber munitie door het hoofd geschoten. Het is zo'n zaak waarbij een oplossing zo dichtbij lijkt. Want
Van meet af aan lijkt voor alle betrokkenen duidelijk wie er achter de dubbele moord moet zitten. Manita's jaloerse ex-man Johan van der M. Van der M is een lokale drugsbaron. Hij heeft Manita verschillende keren met de dood bedreigd. Dit alles uit wraak, omdat Manita hem kort daarvoor in de steek had gelaten voor Leon Rombouts. Van der M heeft Manita al vaker zwaar mishandeld. En enkele maanden voor de moord heeft hij haar maar liefst 18 keer gestoken met een mes. Wonder boven wonder overleefde Manita de aanval. En Van der M werd veroordeeld tot 8 jaar cel. Een uitgelezen motief dus, maar de veroordeling levert de jaloerse ex-man tegelijkertijd een waterdicht alibi op. Want ten tijde van de moord zit Van der M vast in de gevangenis. En hoewel de nabestaanden het gevoel hebben dat hij het brein is achter de moord, ontbreekt hiervoor het bewijs. Dit is de A6, de weg door de polder naar Friesland. Een route die we in de loop der tijd tientallen malen hebben afgelegd voor enkele bijzondere zaken in het noorden. Zo was daar de moord op de 34-jarige Fokko Werkman. Een café-eigenaar uit het Friese dorp Houle, die in 2003 met ingeslagen schedel werd gevonden in zijn woning. Van de dader is alleen bekend dat hij sneakers van het merk Nike droeg, maat 47,5. En dat hij Fokko met een parasolstok te lijf is gegaan. En uit 1989 stamt de zaak Simone de Laat, een 30-jarige moeder van 2 kinderen die dood wordt aangetroffen op haar bed. Ze is met kracht op haar schedel geslagen met een scherp voorwerp. Op ons verzoek doet de recherche nu nader DNA-onderzoek naar het kussensloop waarmee Simone is verstikt. Een onderzoek waarin binnen enkele maanden een uitslag wordt verwacht. Maar de zaak waarvoor Peter het meest naar Friesland is gereisd is wel de moord op Marianne Vaatstra, die alweer 10 jaar geleden in dit weiland een veenklooster werd gevonden. Een week na de moord op Marianne, vlak na haar begrafenis, vroeg haar vader Bouke Vaatstra mij met rood omrande ogen van verdriet of ik de zaak wilde onderzoeken. Ik zie dat beeld nog heel scherp voor me. Ik zei Bouke toen dat ik de politie niet voor de voeten wilde lopen en dat de zaak misschien wel snel opgelost zou zijn. Hij sprak dat tegen en zei: nee, daar geloof ik helemaal niets van. Ik beloofde hem toen dat we dan over 1/2 jaar opnieuw contact zouden hebben. Bouke kreeg gelijk. 1/2 jaar later troffen we elkaar weer en sindsdien is het contact gebleven. Ook alweer ruim 9 jaar lang. Ik ben heel wat keertjes deze kant op gereden. We hebben oneindig veel sporen nagetrokken, veel mensen gesproken en politie en justitie opgejut. Man, man, wat zou ik dolgraag willen weten wie de moord op Marianne heeft gepleegd. Marianne is 16 jaar als ze na een avondje stappen op Koninginnedag verkracht, gewurgd en met doorgesneden keel wordt aangetroffen in een weiland 6 kilometer van haar ouderlijk huis in Zwaagwesteinde. Op haar lichaam wordt een spermaspoor aangetroffen. Marianne is die avond naar discotheek Paradiso in het nabijgelegen Kollum geweest en samen met 2 vrienden richting huis gefietst. Het laatste stuk fietst ze alleen verder totdat ze bij Buitenpost wordt overmeesterd en vermoord. Maar niemand heeft iets gezien. De gruwelijke moord leidt tot grote maatschappelijke onrust onder de bewoners van Zwaagwesteinde en omgeving. Op nog 1 kilometer van de plaats delict ligt een asielzoekerscentrum. En veel streekgenoten van Marianne zijn ervan overtuigd dat de moordenaar hier vandaan moet komen. Maar DNA-onderzoek bij 2 potentiële verdachten afkomstig uit het asielzoekerscentrum
wijst uit dat deze mannen niets met de zaak te maken hebben. We hebben in deze zaak werkelijk alles geprobeerd. Ik heb zelfs wel eens welwillend naar helderziende geluisterd. Kunt u nagaan. Nee, waar ik meer vertrouwen in had, was een grootschalig vrijwillig DNA-onderzoek onder de lokale bevolking. Maximaal zo'n 18.000 man. Ik was ervan overtuigd dat de dader dan gevonden zou worden. Maar justitie zag er niks in. Ik spande daarop namens Bouke en Maaike Vaatstra een kort geding aan tegen de staat om dat toch af te dwingen. Maar dat verloren we helaas. En ik beschouw dat nog steeds als een gemiste kans. Waar kwaad over kan worden. Het was toen revolutionair en de politiek had nog last van koudwatervrees op DNA-gebied. Maar inmiddels is het meer en meer een geaccepteerd opsporingsmiddel geworden. Maar dat is slechts een hele schrale troost. Want de moordenaar van Marianne loopt nog steeds vrij rond. Wel wordt later op vrijwillige basis door honderden mannen uit de omgeving DNA afgestaan. Bij de moordenaar van Marianne zit hij niet tussen. Verschillende rechercheteams buigen zich over de zaak. Inmiddels is het onderzoek in handen van het Cold Case Team in Friesland. En omdat de moord nog regelmatig in het nieuws komt, blijven er tips binnenkomen. In mei 2007 volgt nieuw technisch onderzoek. De stormachtige ontwikkelingen op gebied van DNA-onderzoek maken het mogelijk om de etnische achtergrond van een verdachte vast te stellen. Op basis van Y-chromosomaal onderzoek komt dan vast te staan dat de moordenaar van Marianne, die sperma heeft achtergelaten op haar lichaam, een man is die afkomstig moet zijn uit West-Europa. Van nu af aan kan de politie in deze zaak haar energie dus steken in uitsluitend blanke West-Europese verdachten. Justitie kijkt momenteel naar mogelijkheden om aanvullend onderzoek in de zaak te doen en verwacht nog dit jaar nieuwe aanknopingspunten te vinden. Mogelijk dat een oplossing in deze slepende zaak dan dichterbij komt. Honderden tips hebben we nagetrokken in deze zaak. Soms met hoop, soms met wanhoop. Maar ik geef de moed nog niet op en kijk uit naar de dag dat ik de lange weg naar Friesland opnieuw afleg, omdat er een DNA-match is, omdat de dader is gevonden, de zaak is opgelost en Bouke en Maaike eindelijk helderheid krijgen over wat er hier die fatale koninginnennacht allemaal is gebeurd. En als het moet, doe ik het op de fiets of zelfs lopend, als de zaak maar wordt opgelost. Tieners die slachtoffer worden van een moord. Het zijn altijd dramatische zaken waar ouders zich nooit meer overheen kunnen zetten, zolang de dader en zijn motief onbekend blijven. We hebben ze in de afgelopen jaren regelmatig langs zien komen. De moord op de 18-jarige Sabrina Pellison uit Spijkenisse, gevonden op een schoor op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. En de moord op de broers Frank en Polle Terminio. De jongens worden in juli 1998 door het hoofd geschoten op het landgoed van hun ouders in Hilvarenbeek. Maar ook de achtergronden bij de dood van de Drentse Andrea Luten in 1993, een meisje van nog maar 15 jaar, zijn nog altijd niet duidelijk. Hoeveel kilometers, uren en telefoontjes ik aan de moord op Andrea Luten heb besteed, zou ik niet weten, maar het is ongetwijfeld een heel indrukwekkend getal. En in de loop der jaren heb ik ook een hecht persoonlijk contact opgebouwd met haar ouders, Lammy en Roelof Luten. Normaal gesproken is het zo dat ik als misdaadverslaggever in moordzaken de nabestaanden zo goed en zo kwaad als dat gaat een beetje probeer op te vangen, aan te moedigen en te helpen. En het aardige van Lammy Luten is dat ze dat ook omgekeerd doet. Ze volgt al onze dossiers op de voet en ook mijn persoonlijk leven. Als ik eens een keer onder vuur lig, krijg ik van haar stevast een persoonlijke e-mail waarin ze zegt dat ik door moet gaan en niet moet opgeven. Ik weet van dichtbij hoe groot het gemis is van Andrea. Daarom vind ik het des te bewonderenswaardiger dat Roelof en Lammy Luten toch,
na al die jaren en na zoveel tegenslagen toch weer de zonnige kant van het leven kunnen zien. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat zij dolgraag willen weten wie de moordenaar van hun enige dochter is geweest. En als ik ze daar ook maar een klein beetje bij kan helpen, dan zal ik dat natuurlijk onmiddellijk doen. Lammy en Roelof Luten runnen een café in het Drentse Ruinen. Als hun enig kind Andrea dood wordt gevonden bij een afgelegen zandpad in het bos, stort een hele wereld in. Andrea is gewurgd. Er zijn vage sporen van seksueel misbruik. Op haar lichaam wordt een schaamhaar aangetroffen die niet van haarzelf afkomstig is. Omdat ieder spoor van een worsteling ontbreekt, houdt de recherche er rekening mee dat zij om het leven is gebracht door een bekende. Ze is voor het laatst gezien toen ze op een fietspad in het bos, zo'n 5 kilometer van haar huis, een praatje maakte met een jongen op een fiets. Van hem wordt een compositietekening gemaakt, maar hij blijkt niets met de zaak te maken te hebben. Verschillende verdachten komen in beeld. Maar het DNA van de mannen komt niet overeen met dat van de aangetroffen haar. En zo verdwijnt de zaak uiteindelijk naar de achtergrond. Jaren is het stil in de zaak, totdat in april 2000 een aanhouding wordt verricht. Het gaat om de dan 27-jarige Richard K. uit Zuidwolde. K., stratenmaker van beroep, woonde ten tijde van het misdrijf in Ruinen en was een goede bekende van Andrea en haar ouders. Hij zegt niets met de dood van Andrea te maken te hebben, maar het Openbaar Ministerie meent genoeg aanwijzingen te hebben om hem voor de rechter te brengen. Als mogelijk motief voor de moord noemt de officier van justitie de jaloezie van K. over het feit dat Andrea de zaterdag voorafgaand aan de moord gezoend zou hebben met een andere jongen. Maar het bewijs voor zijn betrokkenheid is karig en aanvechtbaar en het DNA van K. komt niet overeen met het aangetroffen spoor. In augustus 2002 wordt K. dan ook vrijgesproken van de moord en is het rechercheteam weer terug bij af. Men waagt nog één poging met een grootschalig DNA-onderzoek, maar hiermee komt geen nieuwe verdachte in beeld. De moord op de 15-jarige Andrea blijft zo voorlopig een mysterie. Van het Drentse Ruinen naar de andere kant van het land, het Noord-Hollandse Zaandam. De plek waar in de zomer van 1992 de 19-jarige Midika van Doorn werd gevonden, in de vijver bij de Sint-Jozefkerk. Kort nadat Midika van Doorn hier half naakt dood in de kerkvijver werd gevonden, 17 jaar geleden, stond ik hier ook. Ik vroeg me af hoe iemand zo'n mooi jong meisje dat op de drempel van het leven stond zo kon toetakelen en vermoorden. Sindsdien heeft de zaak me nooit meer losgelaten en heb ik er veelvuldig over geschreven, een extra lange uitzending gemaakt en achter de schermen heel veel tips nagetrokken en ook overleg met politie en justitie gehad. En als het moest, was ik ook bereid om er flink ruzie over te maken met de autoriteiten als ik vond dat er niet genoeg gebeurde. Tot op het hoogste justitieniveau in ons land heb ik over deze zaak aan de bel getrokken. Na een aantal jaren leerde ik ook de zussen van Milika goed kennen, Filine en Jerina. En dat zorgde ervoor dat mijn verbetenheid om de dader te pakken te krijgen alleen maar toenam. Als er op de redactie een tip of een mailtje binnenkomt waarin de naam van Milika wordt genoemd, weten de redactieleden dat het andere werk moet wachten. Milika gaat voor. En dat zal zo blijven totdat de zaak is opgelost. Het is zondag 7 juni 1992 als de 19-jarige Midika, een spontane meid met veel vrienden, naar de bushalte loopt. Ze komt van een feestje en moet de laatste bus halen naar het centrum van Zaandam.
Maar in verband met Pinksteren rijden er op dat moment geen bussen meer. Hoogstwaarschijnlijk begint Minica daarom maar te lopen richting het station aan het einde van de Veldbloemenweg, zo'n 700 meter verderop. Ze komt nooit thuis. De volgende morgen wordt haar ontzielde lichaam door de koster aangetroffen in de vijver bij de Sint-Jozefkerk, direct naast het treinstation. Ze ligt op haar buik, is half ontkleed en haar lichaam is bedekt met riet. Minica is op gruwelijke wijze vermoord. Haar hals is doorgesneden en een tweede messteek onder haar kin heeft haar slagaders doorboord. Verder vertoont ze diverse blauwe plekken, is haar hoofd ontveld en heeft ze een snijwond in haar mondhoek. In Minica's longen wordt geen water aangetroffen. Dit kan erop duiden dat ze al dood was voor de dader haar lichaam in het water dumpte. Ze is ook verkracht. Er wordt een spermaspoor gevonden en dat wordt veiliggesteld. En er wordt een schaamhaar aangetroffen. Maar het is dan 1992 en DNA-onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Maandenlang wordt er intensief onderzoek verricht. De politie steekt veel energie in een groep Turkse jongeren uit de omgeving van de plaats delict. Onder aanvoering van een Nederlander pleegt deze groep diverse misdrijven, waarbij prostituees werden mishandeld, verkracht en ontkleed in een recreatiegebied bij Zaandam werden achtergelaten. Maar er komt uit deze groep geen serieuze verdachte naar voren. Uiteindelijk verdwijnt de moord op Minica als onopgelost in de kast. Het duurt lang voordat de zaak opnieuw intensief wordt bekeken. In 2001 wordt uit het spermaspoor een DNA-profiel geïsoleerd. Alle potentiële verdachten uit het eerste onderzoek worden uitgenodigd voor een DNA-test. Ineens is er voor de radeloze familie van Minica weer hoop. Maar die verdwijnt snel. De uitslag van alle testen is negatief. Ook een DNA-onderzoek onder mannen met een strafrechtelijk verleden in de wijk waar Minica om het leven is gebracht levert uiteindelijk niets op. De moordenaar van Minica blijft onbekend. De Nederlandse profiler Carlo Schippers komt op basis van alle feiten en omstandigheden tot de conclusie dat het moet gaan om een dader die van nature een zeer opvliegend karakter heeft. Iemand ook die zich vaak macho gedraagt, slecht tegen kritiek kan en zich egoïstisch opstelt. Voor de moord heeft hij waarschijnlijk drank of drugs gebruikt, waardoor zijn drempel om te moorden werd verlaagd, zo concludeert Schippers. Maar ook al ligt er dan een duidelijk profiel, het helpt het rechercheteam niet echt verder. Uiteindelijk dreigt het onderzoek in 2005 opnieuw vast te lopen. Totdat Peter er in januari 2006 weer aandacht aan besteedt in een extra lange uitzending van 70 minuten. Een ultieme poging om het onderzoek een nieuwe impuls te geven. Peter staat in nauw contact met het rechercheteam en na overleg wordt er een nieuw DNA-onderzoek ingesteld naar de schaamhaar, waar tot dan toe nog niets mee gedaan was. Maar ook dit levert uiteindelijk niet de informatie op die leidt tot een oplossing. Wel wordt duidelijk dat de dader zich niet bevindt in de groep Turkse jongeren die altijd verdacht is gebleven. Tot op de dag van vandaag is het onbekend wie Minica, die na haar eindexamen aan het begin van haar leven stond, heeft vermoord.
Een even dramatisch en mysterieuze zaak is die van Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Ze is net als Milika 19 jaar en klaar om op eigen benen te staan als ze in de zomer van 1984 verdwijnt. Germa is dat weekend voor het eerst van haar leven alleen thuis, omdat haar ouders een paar dagen weg zijn. De avond van haar verdwijning is ze uit geweest en wordt ze thuis afgezet door haar buurjongen. Wat er zich daarna in die nacht in het huis heeft afgespeeld is nog steeds een raadsel. Maar het lijdt geen twijfel dat Germa door een misdrijf om het leven is gekomen. De verdwijning van Germa van den Boom, dit jaar 25 jaar geleden, kan in deze uitzending natuurlijk niet ontbreken. Vanaf het begin af aan ben ik in de ban geweest van dit mysterie. Hoe kan het in hemelsnaam dat een meisje na een avondje stappen in een gehucht als Nieuwendijk, waar een schaap in de sloot al nieuws is, spoorloos verdwijnt en nooit meer wordt teruggevonden? Dat tart je werkelijkheidsbesef. Inmiddels gaat iedereen ervan uit dat ze niet meer leeft en vermoord is. 2 jaar geleden heb ik samen met de recherche het hele dossier nog eens doorgespit en alle scenario's tegen het licht gehouden. We maakten er een lange uitzending over in de hoop het mysterie eindelijk op te lossen. Maar Germa is nog steeds weg, evenals de oplossing. En de tijd begint te dringen. Zeker voor haar wanhopige ouders die op leeftijd komen en een kwetsbare gezondheid hebben. Dat zou ik Germa voor hen graag thuis willen brengen. In de verdwijning van Germa van den Boom heeft altijd het vermoeden bestaan dat de oplossing dicht bij huis gezocht moet worden. In het huis zijn destijds sporen gevonden die wijzen op een misdrijf. In de keuken heeft duidelijk een worsteling plaatsgevonden en op diverse plekken wordt bloed gevonden. Laboratoriumonderzoek wijst uit dat het gaat om bloed van Germa. Verschillende verdachten passeren de revue. Zoals een buurjongen en de jongen die haar heeft thuisgebracht, een oom, haar toenmalige vriendje en een buurman. Maar het blijft bij theorieën en scenario's. Echte vermoedens, laat staan hard bewijs, ontbreekt bij deze verdachten. Duidelijk is wel dat het moet gaan om iemand die waarschijnlijk vaker in de woning is geweest en die wist dat Germa die nacht alleen thuis was. Want na de worsteling is er uitgebreid schoongemaakt en is alles weer netjes terug op zijn plaats gezet. Een van de bloedsporen blijkt niet afkomstig van Germa zelf. Mogelijk is het dus van de dader. Jaren na de verdwijning wordt hier alsnog een DNA-profiel uit opgemaakt, maar een match blijft uit als men het DNA vergelijkt met de verdachten die eerder al in beeld zijn geweest. Eind 2000, als de verdwijning nog eens met een frisse blik wordt bekeken door een ander rechercheteam, speelt de politie een laatste troef uit. In de portemonnee van Germa heeft men destijds een vaag fotootje gevonden, en omdat het vermoeden bestaat dat dit wellicht de dader kan zijn, wordt het plaatje jaren na haar verdwijning alsnog in de publiciteit gebracht. En dit is een uitvergroting van die foto. Ik had er zelf hooggespannen verwachtingen van en dacht, er moet iemand zijn die hierop aanslaat en weet wie dit is. Toen Germa verdween hadden we nog geen internet en geen misdaadprogramma's op televisie. Maar nu wel. En dan verwacht je dat je over zoiets binnen de kortste keren helderheid krijgt. Hoe kan het dat we dat nu nog steeds niet weten? Wie is deze persoon? Wat is de relatie met Germa en mogelijk met haar verdwijning? Ik wil dat zo graag weten dat ik 5000 euro beloning uitloof voor degene die echt kan aantonen, zeg maar door de politie erkend, wie er op deze foto staat. Kom op mensen, dat moet toch mogelijk zijn. Tot nu toe ontbreekt de gouden tip in deze zaak.
En de ouders en broer en zus van Germa blijven zo, 25 jaar na de verdwijning, nog steeds in tergende onzekerheid over het lot van Germa. Wat er zich die fatale zomernacht in 1984 in het huis aan de Dwarsstraat in Nieuwendijk heeft afgespeeld, is nog steeds een groot mysterie. Tieners en twintigers die slachtoffer worden van een gruwelijk misdrijf. Het zijn niet zelden tragische verhalen van mensen die aan het begin staan van een dynamisch leven dat in de kiem wordt gesmoord. Zoals de 22-jarige studente Anneke van der Stap. Een stil meisje dat zich bezighield met Japanse manga-tekenkunst. Ze wordt in juli 2005 doodgevonden in de bosjes van het jaagpad in Rijswijk. De vrienden Fuad en Karim, die in mei 2006 verdwijnen nadat ze een illegale wietkwekerij in Venray leeghalen. De zaak Tanja Groen, een student uit Maastricht die na een studentenfeestje nooit meer thuiskomt. En Mirjam Muller, van 29, wiens gruwelijk verminkte lichaam in 1997 wordt achtergelaten bij een volkstuincomplex in Rotterdam-Zuid. Of Natasja Meijer, 22 jaar en moeder van een dan 4-jarige dochter. Ze is gewurgd en bewerkt met een mes in haar woning aan de Rotterdamse Beukelsdijk. En niet te vergeten de avontuurlijke Carolien Pino van 24 jaar... die in 1996 vermoord wordt gevonden in een dichtgeritste slaapzak bij een snelweg aan de rand van Parijs. Er zijn grote drama's voor de achtergebleven familieleden. Niet zelden heeft onze redactie jarenlang intensief contact met nabestaanden in zaken die in ons programma aan de orde zijn gekomen. Maar ook is het zo dat we verschillende zaken passief aan de zijlijn volgen om het politieonderzoek niet in gevaar te brengen. Ook met deze nabestaanden hebben we dan al jaren goed contact. Als misdaadverslaggever volg ik alle moordzaken in Nederland. Dan ga ik meestal pas aan een zaak werken als de directe betrokkenen dat vragen. Bij de moord op marathonloper Alex Wiegmink in het natuurgebied De Postbank, hier bij Arnhem, ging dat anders. Ik had de zaak alleen nog maar in de krant gelezen. Maar toen we een poosje daarna een helikoptervlucht moesten maken voor een andere zaak en richting Arnhem vlogen, zei ik tegen de piloot: vlieg eens over De Postbank. Daar wil ik nog wat opnamen van de plaatsdelict vanuit de lucht maken. Het was een gevoel, een soort van intuïtie, dat die beelden nog wel eens van pas zouden kunnen komen. En dat bleek ook zo. En sindsdien heb ik ook een hecht contact met de broer van Alex, Peter Wiegmink. Hij komt vaak bij mij op bezoek op de redactie en samen nemen we dan alle scenario's door. En dat contact heeft er mede voor gezorgd dat de postbankmoord tot mijn illustere rijtje van onopgeloste moordzaken behoort. Alex Wiegmink wordt in januari 2003 om het leven gebracht nadat hij hier op de postbank een rondje is gaan trimmen. Het is een zaak die al jaren muur en muur vastzit en waar wij voornamelijk achter de schermen veel tijd in hebben gestopt. In maart 2008 ontvangen we op kantoor een man die zegt te weten wie er achter de onopgeloste moord op Alex Wiegmink zit. Tot dan toe zijn de achtergronden van de moord een raadsel. De uitgebrande auto van Alex Wiegmink wordt teruggevonden in de bossen van het Brabantse Erp, zo'n 80 kilometer van de postbank, met op de achterbank het verkoolde lichaam van Wiegmink. De huisschilder, vader van 4 kinderen, had geen vijanden. Een motief voor de moord op de marathonloper kan de politie dan ook niet vinden. Maar
Maar in 2008 meldt onze tipgever dat er wel degelijk een motief is. Simpeler dan gedacht. Alex Wiegmink was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, zegt hij. Hij is op de parkeerplaats van de postbank getuige geweest van een auto-inbraak en moest het bekopen met zijn dood. Zo is het relaas van de man. De dader zou een man uit Arnhem zijn die honden traint en daarnaast zijn geld verdient met auto-inbraken door het hele land. En deze K, zoals hij heet, zou de moord aan verschillende mensen in vertrouwen hebben opgebiecht. Wij starten een uitgebreid onderzoek naar de man en zetten onze tipgever met verborgen camera in om een bekentenis aan de Arnhemmer te ontlokken. Maar de man houdt wijselijk zijn mond. Overigens hebben wij de politie vanaf het begin vertrouwelijk ingelicht over onze bevindingen en het verhaal van de tipgever. En de recherche gaat na een half jaar zelf onderzoek te hebben gedaan over tot een arrestatie van K. Verschillende familieleden van de Arnhemmer leggen belastende verklaringen over hem af. Maar het zijn grotendeels oncontroleerbare verhalen. En na enkele weken hechtenis moet justitie de man weer laten gaan. Een oplossing leek even dichtbij, maar met de vrijlating blijft de ware reden van de dood van de marathonloper onduidelijk. En niet alleen bij de dood van Alex Wiegmink, ook bij die van de Amstelveener Anton van Tienhoven, die met 82 steken in zijn lichaam om het leven werd gebracht, tasten familieleden nog steeds in het duister over de achtergronden van de moord. Of bij de nog steeds onopgeloste verdwijning van Yvonne Katsburg. Haar vriend Rob is altijd als de hoofdverdachte beschouwd. Afgelopen jaar overleed hij, tot het laatst toe ontkennend dat hij iets wist. En daarmee nam hij mogelijk het geheim rond de verdwijning mee in zijn graf. Een andere mysterieuze zaak is die van Sylvia Derricks uit Eemnes, dood aangetroffen door haar buurvrouw die door een veranderd testament belang had bij het overlijden van Sylvia. De recherche heeft deze zaak naar aanleiding van een uitgebreide uitzending van ons nog steeds in onderzoek. Nog een vastgelopen onderzoek is dat van de moord op Antonio Brizzi, een toonaangevend persoon uit de Brabantse onderwereld. Hij wordt in zijn huis met 3 kogels om het leven gebracht. Maar er is 1 zaak uit de onderwereld die Peter nauwlettender in de gaten houdt dan anderen. Alle slachtoffers uit mijn top 10 zijn tot nu toe volkomen onschuldige kinderen, jongeren en volwassenen. Gewone mensen met ambities, dromen en verlangens. Maar er staat ook 1 boef tussen. Cor van Hout, die op 24 januari 2003 hier in Amstelveen werd doodgeschoten. Het kon eigenlijk niet, maar we waren in de loop der jaren toch vrienden van elkaar geworden. De ontvoerder en de journalist. 2 tegenpolen eigenlijk. Maar ondanks dat grote verschil hadden we ook veel gemeenschappelijks met elkaar. Even oud, Amsterdammer, Ajaxiet, niet-rokers, sportliefhebbers. Ik schreef bovendien een boek met hem over de ontvoering, dat het best verkochte misdaadboek van Nederland werd. Ik leerde hem kennen in de loop der jaren en hij mij. En zoals een verliefdheid zich ook niet laat regisseren, kwam ook onze onmogelijke vriendschap tot stand. Een soort van chemische reactie. Ik heb daar behoorlijk wat kritiek op gehad en die begrijp ik heel goed. Echt wel. Maar ik heb nooit een geheim van die bijzondere vriendschap gemaakt en ik heb er ook geen seconde spijt van. En ik hoop daarom dat u begrijpt dat ik graag wil weten wie mijn vriend hier doodschoot en waarom. Cor van Hout heeft 2 eerdere aanslagen wonder boven wonder overleefd. Maar de derde, in januari 2003, wordt hem fataal als hij na een lunch bij de Chinees in Amstelveen naar buiten loopt en voor de deur nog even staat te praten.
Twee mannen op een rode motor nemen de Heineken-ontvoerder en een kennis van hem met een automatisch wapen onder vuur en gaan er naar het salvo in vliegende vaart vandoor. Van Hout is een groot aantal keren geraakt. Hij leeft nog even, maar bezwijkt dan aan de zware verwondingen. Het tweede slachtoffer overlijdt enige tijd later. 7 dagen na de aanslag wordt de 45-jarige Van Hout begraven in Amsterdam. Het feit dat Peter een rouwadvertentie plaatst en spreekt op zijn begrafenis leidt tot enig rumoer. In het milieu is de afgelopen jaren dikwijls gezegd dat hij zijn contact met mij beter kon verbreken. Het is niet goed voor je reputatie, zei men. Hij weigerde en hij bleef mij zien. In de journalistiek is mij de afgelopen week van alle kanten aangeraden geen speech te houden op zijn begrafenis. Dat is niet goed voor je reputatie, klonk het. Ik weiger dat. Ik sta hier en ik spreek. Dat Peter vriendschappelijk omging met de Heineken-ontvoerder is nooit een geheim geweest. Hij kende Van Hout al zo'n 20 jaar. Als jong telegraafverslaggever volgt Peter de Heineken-ontvoering op de voet en schrijft hij tientallen onthullende reportages. Eind jaren 80 schrijft hij samen met Cor van Hout een bestseller over de ontvoering. En gaandeweg ontstaat er een vriendschappelijke relatie. De dood van Van Hout is een misdrijf dat Peter dan ook persoonlijk heeft geraakt. Wie de schoten heeft gelost is tot op de dag van vandaag onbekend. In de marge van het liquidatieproces dat nu loopt zijn wel een paar namen genoemd, maar dit heeft nog niet tot de oplossing van de zaak geleid. De gestolen rode motor die werd gebruikt voor de aanslag is later teruggevonden in Amsterdam buiten Veldert. En de politie ontdekt dat de motor korte tijd voor de aanslag is geflitst in Zaandam. Ja, en dit is die flitsfoto. En net als bij het fotootje van Germa van den Boom had ik het gevoel dat deze wel eens tot de oplossing van de zaak kon leiden. Maar tot op dit moment is de motorrijder niet geïdentificeerd. En toch kan het niet anders of mensen moeten hem hebben zien rijden in zomerkleren. Ik laat hem u nog 1 keer zien in de hoop dat er toch iemand op aanslaat. En als u iets weet over dit misdrijf en al die andere onopgeloste zaken die vanavond voorbij zijn gekomen, laat dat dan weten via onze website www.peterrdevries.nl. Daar kunt u ook alles nog eens rustig nalezen over deze zaken. Wij gaan de komende week even op vakantie. Maar wat zou ik blij zijn als onze mailbox volstroomt met waardevolle tips over al die misdrijven die op een oplossing wachten. Doe het voor de slachtoffers. Doe het voor de nabestaanden die zo niet kunnen leven. En doe het voor uw eigen geweten. Want u weet het, in dit soort zaken heb je nooit een alibi om te zwijgen. Dus www.peterrdevries.nl. Dit was onze laatste aflevering in deze reeks. In het najaar zijn we weer terug. En hoop ik dat ik u kan vertellen dat mijn persoonlijke top 10 er anders uitziet, omdat er inmiddels een aantal zaken zijn opgelost. Bedankt dat u steeds zo massaal heeft gekeken en ons zo vaak heeft geholpen. Een hele fijne zomer. Dag!